Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is vrijdagochtend. Ik ben een beetje laat met vloggen. Ik heb net al een extra video opgenomen. Toen had ik dus de vlog nog niet geopend. Ik ga nu snel Sarah de lunchtrommeltje klaarmaken. Ik ga zo naar de overblijf. Dus ik neem altijd het eten dan net vers mee. En voor mezelf even wat te eten maken. En ik moet ook een beetje opschieten. Dat valt mee volgens mij, maar niet niks. Dus ga ik even snel doen. Ik ben onderweg naar school. Ik ga Sarah ophalen. Die heeft zo zwemles. En daarna gaan we naar huis. En dan hebben we weekend. En ik ben zo toe aan dat weekend. Ik vond het zo verschrikkelijk zwaar. Weer deze week dat vroeg opstaan. Met de kerstvakantie. Ik weet niet wat het was. Ik zat in een heel ander ritme. En de vorige vakanties allemaal, dan ging het daarna best wel goed. Maar dit keer, ik kom heel de week al zo moeilijk uit bed. En ik voel me er zo moe van. Terwijl in de vakantie, we sliepen gewoon heerlijk. En toen ging dat heel goed. Dus deze aankomende 2 dagen even weer die rust bijpakken. En daar heb ik echt wel behoefte aan. Daar ben ik heel erg blij om. Dus alleen nog even zwemles. En we hebben dit weekend ook gewoon niks staan. Geen plannen. Geen afspraken. Geen verplichtingen. Ik vind dat echt heel fijn. Ik weet niet of we toch iets gaan doen. Maar dan is het omdat we het willen. En niet omdat het al gepland staat. En dat is echt zeldzaam. Want er is altijd wel iets. Dus ik vind het heel, heel erg lekker. Dus ik ben blij. Ik zit nu al even in de auto. We zitten nu bij zwemles. Het is een beetje vroeg. Ja. We hadden alles zo mee. Ja. En wat heb ik allemaal op school gedaan, mama? Je hebt lettertjes geoefend, schrijven in zand. Ja, en wat heb ik nog meer gedaan? Dat weet ik niet. Dat ging jij vertellen. In de speelhoek en in de bouwhoek. Wauw, wat leuk allemaal. Het is alweer later. Heel erg leuk. Sarah mocht vandaag voor het eerst in het diepe oefenen met zwemles. Dus dat is helemaal geweldig natuurlijk. Ik heb al gefilmd. Ik weet niet of jullie dat nu net gezien hebben. Ik moest van best wel een afstandje filmen. En ik weet niet of ik andere kindjes herkenbaar uit beeld kan houden. Daarin. Dus of ik vertel het nu of jullie hebben het net gezien. Dat zal blijken. Dat hebben jullie nu nog gemerkt. Maar goed, ze ligt nu te slapen. Iedereen ligt hier weer te slapen. En ik ben altijd als laatste wakker natuurlijk. En ik ben echt wel moe. Maar ik weet alsnog, als ik dan vroeg naar bed ga, dan kan ik alsnog niet slapen. Of ik word echt midden in de nacht wakker en ik kan dan niet slapen. Dat heb ik in het verleden ook vaak genoeg gedaan. Dus ik zat achter mijn laptop nog wat foto's uit te zoeken. Daar ben ik ook al een paar weken mee bezig. Even alles goed backuppen. Dat had ik altijd wel al op orde. Alleen ik had heel veel foto's die echt nutteloos waren. Of onscherp. Of alles ook gebackupt. Dus ik ben alles aan het nalopen. Dat alles gewoon weer klopt. En alles weer helemaal op orde is. Dat vind ik wel fijn. Als mijn laptop zou crashen of iets. Dan zijn mijn foto's veilig. Dus dat... En ik ga nog even snel wat eten en dan nog wat fotootjes doen. En dan ga ik ook lekker slapen. Ik vind het trouwens wel echt zo leuk om die oude foto's weer te zien. Dit is zo mega schattig. Hier was Sarah nog geen maandje. En zo lief al aan het lachen. Elke keer zodra ik de kamer binnenkwam of ze me zag, kreeg ik dit. Dus ik ben elke keer niet echt heel erg snel met alles uitzoeken. Want ik vind het... Soms gewoon te leuk om alles te zitten kijken. Dus ik schiet niet echt op. Maar goed. Moet ook kunnen, toch? Goedemorgen. Het is zaterdagochtend. We hebben zo lekker uitgeslapen. Ik vond het echt heel fijn. Zij was nog wel een beetje vroeg wakker. Maar toen hebben we gewoon even heerlijk samen in bed. Lekker rustig wakker worden. Marco, die is er niet. Dus werken. En ik had een lekker buffet voor mijn moeder gemaakt. Ja, jij hebt ontbijt te bed. Zij kwam met een dienblad met eten daarna naar boven. Nou, echt. Te schattig en was echt wel lekker. Ja. Echt goed gedaan. En we zijn nu even wat dingetjes in huis samen aan het doen. Want Sarah wil heel graag naar Monkey Town. Dus dat willen we zo doen. En ik neem even mijn laptop mee.
Dan gaat Sarah lekker spelen en ik ga nog even die foto's uitzoeken. Ik wil dat gewoon af. Ik had natuurlijk op mijn vision board opgeruimd huis gezet. En ja, dat stukje hoort voor mij ook daarbij. Dus dat wil ik heel graag af. En ja, ik wil gewoon dit jaar zeg maar echt zoveel mogelijk doelen realiseren van mijn bord. Ik voel me ook echt gemotiveerd daarop. Dus daar ben ik gewoon heel druk mee bezig. En dat gaan jullie ook echt zien dit jaar. Dus dat is helemaal leuk. En dus dit is wel leuk dat zij dan kan spelen en ik dat genoemd. Wordt een beetje een langdradig verhaal zo, maar goed. Jullie gaan het zien. En de outfit van vandaag. Dit leuke topje. Deze twee kettings. Deze heeft mijn vriendinnetje Marlietes ook. Dan van Ilsa. En dit leuke hartjes ketting. En high waist jean jeans. Lekker vrij makkelijk. En witte sokjes. En toen kreeg ik gewoon van mijn 5-jarige dochter op mijn kop dat ik mijn outfit had vergeten te laten zien. Dus bij deze even. Ik heb deze hele leuke off-shoulder top aan van Supertrash. Ik vind dit altijd een heel leuk stofje en kleurtje. Voor mij heb ik deze wel eens in laten zien. En mid-rise skinny jeans. Gewoon simpel. En ook gewoon simpele zwarte laarsjes. En dan gaan we de auto in en dan gaan we snel naar Monkey Town. Dit is het nummer van deze bestelling. Kijk, zie je? Tafel bestelnummer 14. Ja. En ik had zo wat te eten. Sta je stil? Dus oe. Hoe deed je dat net? Goedemorgen, het is zondagochtend. Oh, ik scherp, ja, ik word toch wel scherp. En ik, het is bijna middag, ik heb nog niet gevlogd. We hebben echt weer rustig aan gedaan en de hele ochtend niks eigenlijk gedaan. Ik heb alleen net gedoet. Ik ben er! Ja, natuurlijk ben jij er. Ja. Ja. Ik ga nu even lekker thee zetten en even rustig op gang komen. Een beetje make-uploze dag van mijn huid. Het ging heel goed en het is nu weer heel slecht. Ik voel me af en toe net alsof ik in de puberteit zit. Wauw, mijn kleinkind. Dus dat, ik denk dat we vandaag eigenlijk gewoon even een keertje niks gaan doen. Of in ieder geval nergens naartoe gaan en gewoon even rustig aan gaan doen. Vind ik ook wel eens lekker. Sarah is het er niet helemaal mee eens, maar ik denk dat het wel even een dagje goed is voordat het blijkbaar allemaal druk wordt. Gisteren natuurlijk toch wel de hele middag weg geweest, dus ja, ik vind het een goed idee. En dan gewoon tussendoor een beetje naar huis rommelen. Zo, en mijn tweede ontbijtje is dier en pastruitje. En ik zat er net al een hap van te nemen. Dus echt, zo lekker is dit. En we gaan naar de Kentucky. Papa wou heel graag ook nog een keer naar de Kentucky. Mama ook heel erg graag. Ik had toen een keertje toen we naar de Kentucky wouden. Toen had mama bedacht dat we het konden verrassen voor papa. Maar toen had ik gezegd, we gaan thuis eten. Maar toen dacht papa al dat we naar de Kentucky gingen, dus toen was het niet doorgegaan. Dus dat gaan we vandaag doen. En lekker eten. Vind je het lekker? Ja. Ik heb popcorn vlees. Popcorn. Hey, ik zie een baby voor een zakdatje met een eenhoorn pakken. Ik was al begonnen. Wat is het original?
in de maïskool. En zij was helemaal blij met de popcorn. En ik heb dit gemengd en ik ga er nog wat meer in doen met de stift van Tatsja. Ik moest er lachen altijd. Het duurt te lang. Ik sta er al een tijdje. En wat moet je doen? Dan krijg je de spijt. Maar het duurt te lang. Oh-oh. Het is ondertussen zondagavond. Dus tijd om de vlogs afsluiten. Ik ga mijn dag afsluiten. Ik eet nog even een paar mandarijntjes. Want gezond eten natuurlijk. En Kentucky was niet heel erg gezond. Maar goed, dat kan best wel een keertje. En daarna lekker slapen. Dus bedankt voor het kijken. Abonneer je hieronder als je dat nog niet gedaan hebt. Is gratis. Duimpjes, reacties vinden we top. En dan zien we jullie de volgende vlog. Doei! Ik ben dus aan het koken en ik heb net al speelgoed opgeruimd. Komt Sarah naar beneden? Ja. Echt, ik moet gewoon laten zien. Kom eens.